Vrijdagavond ging de theatershow Bart en Luc Intiem van Bart Keil en Luc Appermond in première in Heist op den Berg. Bart en Luc deelden intieme verhalen met het publiek in een theatershow waarbij gezellige huiskamergesprekken werden afgewisseld met liedjes uit de carrière van de twee artiesten. Op het moment dat Luc Appermond over zijn demente moeder sprak, werd het bijzonder stil in de zaal. En wie staat daar beneden aan de keldertrap in haar wit slaapkleed op zoek? Op zoek naar haar slaapkamer. Mijn moeder. Helemaal verward. Ze moest voor een kleine ingreep naar het ziekenhuis. En de dokters stellen vast, Alzheimer. Beginnende dementie. Luc, jullie gaan echt geen onderwerp uit de weg. Nee, we hebben dat ook beslist. Bart zegt altijd, met de social media, mensen weten alles van elkaar. We zijn nu al redelijk gevorderd qua leeftijd, dat we daar eigenlijk naar niks of niemand moeten kijken. Maar we hebben samen die onderwerpen bekeken en beluisterd en gezegd van oké, dat is onze selectie, want er waren nog andere onderwerpen die zijn moeten sneuvelen, want ja, je kunt niet eeuwig doorgaan. Ja, jullie zouden nog een vervolg kunnen maken. Maar dan weet ik niet of daar belangstelling voor is. Ik ben al heel blij met gisteren een volle zaal, vandaag een volle zaal. En staande ovatie, dat hadden we echt niet op gehoopt eigenlijk. Hè. We waren al blij als de mensen zouden blijven zitten. Ja, maar het was wel een heel lief publiek. Het is voor ons een heel nieuw gegeven. Hè. Het is eigenlijk, het is geen stand-up comedian. Het is gewoon een soort ons leven vertellen, afgewisseld bij liedjes. Maar het is toch wel helemaal tot in de puntjes uitgewerkt, en want anders raak je nergens met een verhaal. Hè. Dus we moeten. Het was heel veel werken en veel repeteren. Nu zijn we vertrokken. Hè. Plus ook, hè, Bart, het publiek. Ja, de mensen wisten niet wat ze zouden mogen verwachten. Dat was eigenlijk voor ons de belangrijkste zorg. Gaan ze komen? Want kijk, als je naar Jacques Vermeire gaat of naar Alex Echnieuw of naar Philippe Geubels, dan weet je op voorhand waarvoor je betaalt. Bij ons wisten ze niks eigenlijk. Hè. Dus ik ben wel blij met de opkomst. Kom maar mee, we gaan op kruistocht voor vrede en besef. Met een hart vol idealen, met liefde en met lef. Kom maar mee, we gaan op kruistocht, al lijkt het uit de tijd. Als je nu niks doet, komt het nooit meer goed en heb je later spijt. Heb je Luc moeten overtuigen om de kruistocht nog eens te zingen? Want weet je, een stem moet je toch een beetje onderhouden. En Luc had lang niet meer gezongen, maar we hebben dat eerst met Avond gedaan en ik zag dat dat goed kwam. Dus heb ik gezegd, ja, dan kun je die andere liedjes ook nog erbij nemen. Luc, smaakt dit naar meer? Nee, ik ga niet zingen, ik ben geen zanger. Hè. Ik heb hier een goede zanger naast mij. Nee, laat dat maar over aan Bart. Maar wat ik wel heel leuk vind, is zo samen optreden. Ja, dat smaakt naar meer. Een symfonie. Tot eind dit jaar staan jullie op heel wat podia in Vlaanderen. Wat willen jullie eigenlijk bereiken met deze theatertour? Het enige wat wij betrachten is eigenlijk dat het publiek dat komt, dat die mensen met een heel goed en warm gevoel naar huis gaan. Zoals ik vroeger, als ik naar een voorstelling ging kijken, ik heb Ton Hermans live gezien, ik heb Wim Sonneveld live gezien, en dat was zalig als ik dan naar huis ging, dan al die herinneringen. En ik hoop dat de mensen dat meenemen. Dat is mijn belangrijkste betrachting. En als we daarin slagen, dan zijn we gelukkig, toch? Mm-hmm. Eigenlijk is de show, kun je zeggen, van een huwelijk tussen een presentator en een zanger, maar dan ook letterlijk op het podium. Dus ik babbel, Luc babbelt, Luc zingt, ik zing. En dat is eigenlijk het mooiste wat we... Want we zijn allebei entertainers. Dat is het liefste wat we eigenlijk doen. En dat is eigenlijk een... Ja, de mensen entertainen. En daar gaat het om... Je had het over een huwelijk. Hoe zit dat nu tussen jullie? Ah, wel, we zijn ondertussen al 3 jaar getrouwd. Bijna 3 jaar. De 25 oktober is onze, moeten we heel terug een feestje hebben voor 3 jaar huwelijk. Ik vond het heel belangrijk om te huwen, omdat ik bang was van als er ooit van mij iets overkomt, of Luc iets overkomt, dat ze zouden zeggen van God... je mag niet binnen, want je bent geen familie, ken je dat zo? En ik dacht van nee, dat gaat, daarom moesten we trouwen. Hè? Moesten niet, hè, maar we hebben het gedaan. Hè. Ja, toch? Geen wou dat. Het was niet van moeten. Ik geloof in jou en mij.